Soft Radio Vlaanderen. Meneer burgemeester, nu dat we hier toch aan de stad, hier eigenlijk aan de kust zijn, is het moment om te vragen, gaat het project effectief wel door? Want iedereen begon te panikeren van oei, oei, dat gaat niet gebeuren hier in Middelkerk. Tuurlijk. Maar dat kent zijn burgemeester. Natuurlijk gaat het project door. Maar je weet, in Vlaanderen duurt het zes jaar om een vergunning te krijgen en zes maanden om te bouwen. Maar we zijn op het niveau momenteel dat de vergunningsaanvraag ingediend is, dat het gebeurt bij de Vlaamse gemeenschap. En wij verwachten nu om de bouw te kunnen aanvangen binnen 4 tot 6 maanden. Als er geen grote problemen zijn momenteel, want de vergunningsaanvraag moet in principe heel vlot verlopen, dan kunnen wij beginnen bouwen vanaf oktober. Vandaar ook dat momenteel het plein er nog een beetje verlaten bij ligt, maar dat wordt ook nog tegen de zomer wordt dat ook nog geniveleerd. En na de zomer hopen wij te kunnen starten met de bouwwerken. Ik heb even een rondvraag gedaan aan verschillende inwoners hier. Iedereen is een beetje bedeusd eigenlijk. Parkeerplaatsen gaan een probleem worden, want die tunnel gaat misschien weggaan. Wat een commotie gebeurt er daar? Er gaat totaal niks weg. Wat er gebeurt, er komen 400 parkeerplaatsen bij onder de zeedijk. Wat we moeten doen hebben, is het verplaatsen van de inrit van die garage. En dat ligt niet aan ons. Dat ligt aan de maritieme dienst ter kust, die gezegd heeft, zo ver onder de zeedijk mogen wij niet rijden. Wij rijden onder de zeedijk en er komen 400 parkeerplaatsen en er komen zelfs 2 verdiepingen parkeerplaatsen onder het casino. Al die zaken zijn rond. De testen daarvoor zijn gedaan op de Universiteit van Gent. De testen tegen de 1000-jarige storm die er moet komen, tegen verhoging van de zeespiegel. Alles is voorbij. Al die zaken zijn voorbij. Het is nu nog enkel wachten op het fiat van de Vlaamse regering en ook van de provincie om de bouw aan te vatten. In dit stadium zijn we. Gaan jullie nu ook voor de inwoners een speciaal plan doen voordat ze hier kunnen parkeren? Want iedereen gaat nu naar de kust komen en die maakt daar zoveel reclame van. Ik heb hier ruimte genoeg, maar die wagens moeten wij zijn volop bezig. Vanaf 1 januari zijn, komt een nieuw volledig parkeerbeleid. Alles wordt elektronisch. We hebben ook een grote parking bijgebouwd, onder andere ook voor 450 wagens in West-Aan-de-Bad. Natuurlijk altijd de problematiek, als je aan het bouwen gaat, is het hetzelfde. Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. En dat wordt inderdaad de problematiek. We hebben ook gezien, we hebben nu die bunkers moeten uitbreken. Dan heb je lawaai. Dan heb je afvoer van steenbrokken, dan heb je afvoer van zand. Je moet daar een tijdje mee leven. Maar de duur om het casino te bouwen is voorzien op 645 kalenderdagen. Dus minder dan 2 jaar. En dat wordt inderdaad een beetje zoeken en zo. En voor parkeerplaatsen en dergelijke meer. En natuurlijk, we zijn ook Middelkerk wordt een beetje de place to be. Kijk wat we allemaal organiseren. En dat geeft de noodzakelijke, jammer genoeg, noodzakelijke parkeerproblematiek. Maar wij zorgen ervoor. Op het ook, er is een nieuw parkeerterrein aangelegd. Op het sportpark, daar zullen ook 1000 auto's kunnen staan. Dus het is zoeken en afwachting dat de bouw er staat. Stadsradio Vlaanderen.